Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 13 februari. De vaste voeding van Gods woord. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 5, vers 14. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ik herinner me hoe ik mijn baby's voedde en zolang ik hen bananen en perziken gaf, was alles nog geweldig. Af en toe gaf ik hen een lepeltje met erwten en dan zeiden ze, bah! Dan veegde ik de resten van de erwten van hun kinnetjes en propte ik die weer in hun monden. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk aten ze erwten. Zo is het ook met babychristenen. Als we beginnen Gods woord op te nemen, beginnen we geestelijk te groeien. We houden op in het vlees te leven en beginnen te doen wat Hij wil dat wij doen. In Spreuken 4 vers 18 staat dat de weg van de rechtvaardige stralend is als de zon, die met de dag helderder wordt als we doorgaan in Gods woord. Het sleutelbegrip is doorgaan. We moeten doorgaan om van Gods woord te houden, Gods woord te bestuderen en te luisteren naar het woord, zodat het ons kan veranderen. Ben je ooit door een oranje stoplicht gereden? Misschien heb je haast en denk je, ik kan het nog wel redden. Als je dit elke keer opnieuw zou doen, eindig je waarschijnlijk in een auto-ongeluk. Zo is het ook met Gods woord. Als we alsmaar die dingen doen waarvan wij weten dat we die niet zouden moeten doen en we proberen daarmee weg te komen, dan zullen we uiteindelijk gewond raken. Gods woord is er om ons te beschermen. In Hebreeën 5 vers 14 staat, vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het vaste voedsel van Gods woord zal je overtuigen en dat is iets positiefs. Het is de Heilige Geest die je in je hart laat weten of je houding verkeerd is of dat je op de verkeerde weg bent. Je verdiepen in Gods woord is de sleutel voor je leven om te leven in de juiste richting. Dus wees geen baby, maar neem het vaste voedsel van Gods woord tot je. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik weet dat uw woord de enige weg is naar volwassenheid. Leid me en help me om op te groeien, terwijl ik het vaste voedsel van uw woord tot me neem, zodat ik de persoon kan zijn die u mij gemaakt heeft in Christus. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.